Hallo, mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het donderdag. Ik denk 23 mei. Ja, ik weet het zeker. Donderdag 23 mei 2024. En ik heb weer een filmpje voor je. Ik heb het een en ander te vertellen. Laat ik beginnen met hoe mijn dag begon. Ik heb vanochtend weer lekker gewandeld. Ik had per ongeluk een dubbele wandelafspraak ingepland. Dus ik heb eerst een rondje met een vriendin gewandeld. En vervolgens heb ik een rondje gewandeld met het zoontje van een andere vriendin. Die neem ik een uurtje mee elke donderdagochtend. En dan gaan we altijd graafmachines kijken. Dat is heel erg leuk. Hij is 2 jaar. Dus dat was heel grappig en gezellig. En toen ik thuis kwam, heb ik even snel een kopje koffie gedronken. En toen ben ik naar de stad gefietst. Ik wilde namelijk een verjaardagscadeautje voor mijn zusje kopen in een hele leuke winkel. Ik heb geprobeerd op de fiets een beetje te filmen. Ik weet met name voor mijn Engelstalige filmpjes dat sommige mensen het heel erg leuk vinden om wat meer te zien van de omgeving waarin ik leef. Voor Nederland is eigenlijk wel een beetje overal hetzelfde. Ja. Nou, je snapt wat ik bedoel. Ik vind het zelf ook wel eens grappig om in buitenlandse filmpjes wat meer van het normale dagelijkse leven te zien. Ik probeerde wat te filmen. Maar je mag natuurlijk helemaal niet filmen op de fiets. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Dus ik hoop heel erg dat zij deze filmpjes niet zien. Dus ik heb een beetje stiekem gedaan, een beetje tussendoor. Maar ik realiseerde me wel dat ik eigenlijk in een heel groene stad woon. Breda, heel veel bomen. Ik denk dat het sowieso misschien eigenlijk wel is in Nederlandse steden, maar dat er heel veel groen was. En dat maakte me wel blij. Maar goed, ik ging naar een heel leuk winkeltje wat niks met handwerken te maken heeft, maar wat ik toch wel eventjes wil noemen, omdat dat gewoon een heel leuk winkeltje is. Dat is namelijk de Marentak. De ondertitel is Nieuwe Tijdswinkel. Ja, ze hebben daarvan alles. Ze hebben boeken, kaartendeks, olietjes, edelstenen, zoutsteenlampjes, wierook, armbandjes, sieraden. Nou, nog veel meer hebben ze. En dat is echt, als je in Breda woont of in de buurt van Breda, zeker de moeite waard om daar een keer een kijkje te gaan nemen. Want dat is heel erg leuk. Ik ging daar een verjaardagscadeautje uitzoeken voor mijn zusje. En er blijft altijd wat plakken dan, zeg maar. Dingen waarvan ik niet per se wist dat ik ze nodig had, maar die ik dan daar ineens tegenkwam. Dus dat was leuk. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, ik ga weer verder met mijn handwerk perikelen. Gisteren eindigde ik eigenlijk met behoorlijk veel frustratie rondom mijn testnit voor lerken van Fibertails. Ik heb heel veel leuke en lieve reacties gekregen met heel veel tips. Wat zal ik daarover zeggen? Een aantal tips, twee tips die steeds, of die regelmatig terugkwamen, waren enerzijds plantaardige garens, dus in dit geval katoen en linnen, kun je misschien beter breien met bamboenaalden. Nou, ik heb alles, behalve die ik nodig had. Ik heb een Chagoo set, 2 zelfs. Eentje met metalen naalden en eentje met bamboenaalden. Maar ik moest zo ver naar beneden met mijn naald. Mijn kleinste bamboenaalden zijn 2,75 mm. En eentje daarvan is beschadigd geraakt. Daar zat een splintertje aan. Dus die kan ik eigenlijk niet meer gebruiken. Ik heb geprobeerd dat bij te veilen, maar dat werkte niet. De bamboenaalden 3 mm is mijn dunste set. En ik was op 2,5 mm aan het breien. En die heb ik alleen maar in metaal. Dus dat werkte niet. De andere tip die ik regelmatig las was misschien toch kijken of Engels breien een optie is. Dus de draad met je rechterhand omslaan. Ik ben een continentale breister. Dat betekent dat ik de draad in mijn linkerhand heb. En ik heb dit al eerder geprobeerd. 2 jaar geleden, ik worstel al langer met dat losse slordige breien. 2 jaar geleden in de zomer dacht ik, weet je, ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon netjes breien. Misschien moet ik helemaal niet continentaal breien. Dat was destijds voor mij een openbaring dat het überhaupt bestond. Het lijkt ook iets meer op haken, continentaal breien. Bij haken heb je ook je draad aan de linkerkant en de beweging lijkt er wat meer op. En nou ja, dat matchte veel meer met wat ik snapte of wat ik kon dat veel beter voelen. Ik kon prima breien met de draad rechts, maar dat stroomde nooit zo of zo. Dus ik heb dat 2 jaar geleden in de zomer heel fanatiek geprobeerd. En ik ben toen na een aantal weken tot de conclusie gekomen dat ik dat niet meer
moet willen. Ik had aan de ene kant echt oprecht heel erg last van mijn schouder. Hierboven, mijn arm, het was helemaal stijf. Ik denk dat ik toch een soort van gespannen zat te breien. Nu is continentaal breien ook wel iets minder belastend voor je armen en voor je schouders. Ik kan uren breien op een dag zonder ook maar ergens last van te krijgen. Nou ja, als ik de draad rechts omsla, dan maak je toch een grotere beweging. Dan kan ik dat dus blijkbaar niet. Maar wat ik eigenlijk zelfs nog veel vervelender vond, was dat mijn breivlammetje werd steeds kleiner en kleiner. Het stroomde niet meer. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat uit moet leggen. Maar waar ik met continentaal breien zo lekker in een ritme zit en dat ook helemaal voel door heel mijn lijf, had ik dat met Engels breien helemaal niet. Sterker nog, het voelde als dikke stroop waar ik doorheen moest. Terwijl het echt niet heel langzaam ging of zo. Ik had op een gegeven moment echt de slag wel te pakken. Maar het was gewoon, ja, het is gewoon niet mijn manier. En toen heb ik ervoor gekozen om dan maar die slordige steekjes, die dansende steekjes te accepteren. Zo'n drama is het nou ook weer niet. Het is niet dat al mijn breiwerk super slordig is. Maar ik ben een perfectioniste. en dat was oké. Maar met dit hele perikel rondom het niet verkrijgen van de juiste steekverhouding, heb ik, moet ik bekennen, wanneer was het? Ik denk dinsdagavond of maandagavond. Ik heb van de week Engels zitten breien. Ik dacht, misschien moet ik dat dan bij dit project weer eens toepassen. En ik was begonnen met een proeflapje. En binnen 10 minuten voelde ik weer helemaal. Toen dacht ik, oh nee, nee. Dit heb ik al afgetikt. Dit ging ik nooit meer doen. Dit is niet de oplossing voor mij. En dat is oké. Dus, gisteren heb ik, ik ben nogal volhardend. Gisteren heb ik een proeflapje gebreid. Van Langjans Angelina. Ik droeg dat truitje gisteren. Toen dacht ik, ja, dit vind ik heel fijn garen. En het is ook, omdat het een beetje pluizig ook is, valt het iets minder op als het wat slordiger is. En ik dacht, weet je wat? Dat truitje van wat ik gisteren droeg, heb ik ooit op 4 mm naalden gebreid. Ik was begonnen op 3 mm. Een hele naald naar beneden. Ik kreeg niet de juiste steekverhouding. Toen dacht ik, nou, laat ik het op 2,5 proberen. Gisteravond leek het erop dat ik de juiste steekverhouding had. Maar toen ging ik denk dat dat toch ook een beetje, dat ik het gewoon heel graag wilde. Toen dacht ik, yes. Daarnet ging ik weer meten. Nee, het is weer gewoon 20, misschien 21 steekjes. Het is het gewoon echt niet. De stof is op zich prima, het voelt heel lekker. Maar het is niet de juiste steekverhouding. Als ik niet een testnit zou doen, kijk, volgens mij is het best een eenvoudige constructie. Als ik niet een testnit zou doen, dan zou ik mijn eigen berekeningen erop toe gaan passen. Ik geloof niet dat de afmetingen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel de afmeting van de borstomtrek, maar de andere afmetingen weet ik niet zeker. Bijvoorbeeld van de mouwen of zo. Misschien ga ik de testnit loslaten. En toch maar proberen dezelfde look te creëren voor de truitje. Daar ga ik even over nadenken. Ja, daar heb ik even voor nodig. Ik ga heel eventjes. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet even voor nodig. Ik weet eigenlijk al wel hoe ik dat wil doen. Maar ik heb niet de tijd om daarvoor te gaan zitten. Laat ik het zo zeggen. Dus die til ik even over het weekend heen. En ik denk dat ik de testnit eventjes los ga laten. Overigens, volgens mij ben ik de enige met dit probleem. Er is best een uitgebreide testgroep en er zit een chat bij. Ik heb niemand gehoord over het niet verkrijgen van de juiste steekverhouding. Ik heb het wel laten weten in de testgroep. Er is niemand, voor zover ik weet, die zei, oh, dat heb ik ook, dat probleem heb ik ook. De rest breidt het allemaal probleemloos. Dus het is echt, het ligt niet aan het patroon, het ligt aan mij. Even denken, nou, gisteravond heb ik wel echt heerlijk gebreid aan mijn, hoe heet die ook alweer? Mijn restjesvest, de Leith Cardigan. Ook een patroon van Rebecca van de Crea Bea podcast. Ik heb het laatste streepje aan de tweede mouw, de laatste streepjes aan de tweede mouw gebreid. En nu kan ik daar de boord aan gaan breien. En dan hoef ik alleen nog maar de boord aan de voorkant te breien. En dan is dat vestje klaar. Daar kijk ik heel erg naar uit. Daar heb ik heel erg veel zin in. En het was ook heel lekker om na al die perikelen en die ingewikkelde dingen gewoon even lekker iets makkelijks te breien. Met heel veel kleurtjes, waarbij ik niet hoefde na te denken.
Dat had ik gisteravond echt eventjes nodig, dus dat was heel erg fijn. Vandaag ben ik aan de slag gegaan met mijn Senna cardigan, want daar moest ook nog eventjes het een en ander aan aangepast worden. Mijn halsboord was een beetje te strak, dus eerder deze week heb je kunnen zien dat ik dat een beetje provisorisch heb opgelost door een knoopje weg te halen en de hoekjes naar binnen te naaien of vast te zetten. En dat is voor mij nu prima. Maar er zat nog een knoop vrij hoog die eigenlijk geen functie had, die ging ik niet gebruiken. Het lijkt nu eigenlijk meer alsof mijn vestje een soort V-hals heeft. Die knoop die ging ik niet gebruiken, die een beetje hoger zat. En de afstand tussen mijn andere knoopsgaten was een beetje te groot. Dat kwam omdat ik minder knopen had gebruikt dan er in het patroon stond. Maar ik had er maar, vijf. Dus ik moest ze gewoon iets ruimer verdelen. Maar ik merkte aan het garen, die linnen met katoen en viscose, dat dat een beetje ging flubberen. Dat de boorden een beetje open gingen staan. Dus mijn idee was dat ik tussen die drie knopen van de onderkant extra knoopsgaten zou maken en daar dan knopen zou zetten, zodat ze wat dichter bij elkaar zouden zitten en dat hierboven dan niks zou zijn. En ik weet dat je achteraf een knoopsgat kunt maken, afterthought buttonholes. Dus dat tikte ik in op Google en op YouTube en ik kwam heel erg veel tutorials tegen. En er was er eentje, die was eigenlijk niet eens zo heel vaak bekeken volgens mij. Of misschien was het nog een redelijk nieuw filmpje. Ik weet ook niet meer van wie het is. Ik zal het hieronder linken. Maar er was één filmpje en daar stond in de titel No Cut Afterthought Buttonholes. Dus dat betekende dat je geen draadje hoefde door te knippen. En misschien is dat bij alle achteraf knoopsgaten, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het sprak mij heel erg aan, omdat ik dacht, oké, dan is het in ieder geval niet onomkeerbaar. Als je gaat knippen in je garen, of in je kledingstuk, dan ja, en het is dan toch niet precies zoals je het hebben wil, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld om het weer terug te krijgen naar het origineel. Maar als je een knoopsgat kunt maken zonder te knippen en het bevalt niet, dan kan je dat wel weer redelijk goed oplossen. Dus ik heb dat filmpje gekeken en het was echt zo ontzettend makkelijk met een haaknaald. Nou ja, goed, bekijk het filmpje hieronder maar. Maar het was zo ontzettend makkelijk, zo zag het eruit. En toen heb ik dat eigenlijk ook gewoon heel erg makkelijk gedaan. Ik denk niet dat deze manier voor alle knopen werkt. Niet voor de echt grotere knopen, zeg maar. Nou weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb hier een meetlint liggen. Wat de diameter van deze knoop is. Volgens mij stond er 20 mm knopen. Ja, dat zijn deze ook. 20 mm knopen. En dat is denk ik wel een beetje de max. Want dat gaat prima. Maar ja, ik denk dat... nou ja, wat ik zeg... Oh, nou ik hem een paar keer open en dicht gedaan, dan gaat het eigenlijk nog makkelijker. Nee, misschien zou een beetje extra ook nog kunnen. Dus dat was heel makkelijk en fijn om te doen. Het verwijderen van de knoop was goed om te doen. Ik heb ook het knoopsgat, wat ik dus daarboven had gemaakt, maar wat niet meer nodig was. Dat had ik gewoon gemaakt met een knit two together en een yarn over. Zo staat het ook in het patroon. En met een extra draadje heb ik dat gaatje een beetje naar elkaar toegetrokken. En is dat knoopsgat ook verdwenen. En ik moet zeggen dat dat behoorlijk goed gelukt is. Je ziet er nauwelijks nog iets van. Aan deze kant ja, kon je een beetje zien waar de knoop had gezeten. Nou, inmiddels is dat ook al wel weer bijgetrokken. Ik dacht misschien moet die nog een keer gewassen of geblokt worden om dat echt recht te krijgen. Maar ik heb, ja, kan nog wel zien waar die zat. Maar ja... Het is niet storend. Ik heb alleen één probleem. Oh, ik ben mijn knoop kwijt. Ik ben de knoop die hierboven zat, ben ik kwijt. Die moet nu hier tussen. Maar ik kan hem nergens vinden. En ik weet dat ik hem op een handige plek heb weggelegd afgelopen maandag toen ik dat ging doen. Ik was beneden aan het filmen. Ik heb dat toen... Ja, ik dacht dat ik hem dus in mijn knopenmandje terug had gedaan. Maar ik heb drie keer gezocht. Ik heb een oud mandje, of een mandje van de kringloop, heel schattig. En daar heb ik alle knopen die ik heb in bewaard. Sommige zijn setjes, sommige zijn los. Maar alle knopen die ik heb, ik hou ervan. Voor mij werkt het niet om een beetje op deze plek en een beetje op die plek te hebben. Nee, ik wil graag alles bij elkaar hebben dan. Zeker wat dat soort fournituren betreft. Dus al mijn knopen zitten daarin. En ik was er vrij zeker van dat ik hem zo erin had getjoept. Zo even snel tussen dat filmen en kletsen allemaal door. Maar hij zit er niet in. Ik heb er drie keer gezocht. Zit er echt niet in. Ik heb allerlei mandjes en bakjes gecheckt. Ik heb de zakken van mijn rok gecheckt die ik die dag aan had.
Ik kan het gewoon niet vinden. Het is echt frustrerend. Vooral omdat ik weet dat ik het op een handig, logisch plekje heb weggelegd. Alleen weet ik die plek niet meer. Ik raak wel vaker iets kwijt, maar ik ben eigenlijk heel goed in dingen zoeken. Omdat ik dan helemaal terugga naar het allerlaatste moment waarop ik het had. En dan, meestal weet ik het dan. Dan kan ik er zo naartoe lopen. Maar het werkt vandaag niet zo goed. Dus ja, ik heb nu mijn vestje open aan. Dan valt het niet zo op. Ik heb nog een aantal knopen die hier een beetje op lijken. Dus in het ergste geval zet ik even tijdelijk een van die net niet knopen hier tussen. Zodat ze er wel allemaal zitten. En ik heb ook het idee dat dan die knoop wat sneller naar mij toe komt. Ik geloof heel erg, ik heb ooit een zinnetje ergens gelezen, dat wat jij zoekt, zoekt jou ook. Die vind ik zo lekker. Dus ergens hier in huis ligt nu dat knoopje. Sarah, ik ben hier. Maar ik hoor het nog niet. Misschien maak ik nog te veel herrie. Dus dat komt wel goed met dat knoopje. En ik heb het idee dat dat wellicht wat sneller gaat als ik even een tijdelijke oplossing heb. Maar nu draag ik hem open en dat is ook prima. Dan stoort het me ook niet zo. Als ik het vestje dicht draag. De oplossing met de knopen is trouwens heel erg goed. Ik weet eigenlijk niet of je het kan zien. Ik zal er even bij gaan staan. Het is wel vrij druk nu met de knoopjes hier. Maar zoals je ziet, blijft hij dan niet openstaan. Nu is de lengte van het vestje om zo te dragen op een jurk eigenlijk net iets te lang. Dat zou net iets korter moeten. Voor op een rok is hij perfect. Maar dit is eigenlijk net niet fijn. Dus daarom is het, als ik hem opendraag, is er geen probleem. Dan is het prima. Dan is het juist heel erg leuk om hem zo op een jurk te dragen. Dus nou ja, en dan, zoals je ziet, dan valt het hier eigenlijk wel mee. Dus dat is prima. Ja, dat was het voor vandaag, denk ik, wat handwerkperikelen betreft. Ik ga mijn rommeltjes lekker opruimen. Ik ga de filmpjes klaarmaken. Vanavond heb ik een handwerkavond. Heel gezellig. Met allemaal Brabantse handwerksters. Dus ja, ik weet eigenlijk nog niet of ik daar dan iets van ga delen of niet. Ik zal even vragen of ze dat überhaupt willen. Morgenochtend is er weer een filmpje, maar dan in mijn besloten YouTube-deel. Dat kun je alleen maar zien als je lid bent van mijn YouTube. Dus je bent zeg maar abonnee, dat kost niks. En dan kun je gewoon alle filmpjes kijken die ik maak. Behalve de filmpjes op vrijdag. Ik heb twee abonnementen, bied ik aan, zeg maar. Nee, memberships. Memberships noem je dat dan. De een heet Hard Jumping Friday en dat is in het Engels. En dan krijg je elke vrijdag een Engels filmpje waarin ik vragen beantwoord die de mensen aan mij hebben. En nog een extra dingetjes deel als ik iets heb om te delen, wat eigenlijk altijd wel het geval is. Daarnaast heb ik ook het Handwerkgeluk membership. Dat is in het Nederlands. Als je lid bent van Handwerkgeluk, dan kun je en die Engelstalige filmpjes kijken en elke week een Nederlands filmpje. Elke vrijdagochtend om 10 uur komt er dan een filmpje. Meestal is dat live en soms een opgenomen filmpje. Morgenochtend ga ik ook weer een live filmpje maken en daarin gaan we het onder andere hebben. Daar kun je ook je vragen stellen als je die hebt over je eigen handwerk of over mijn handwerk of over andere dingen die je graag wil weten of onderwerpen die ik graag wil bespreken. En morgen gaan we het onder andere ook hebben over de invloed van de mening van anderen op jouw handwerken. Gaan we lekker even over mijmeren. Dus dat is morgenochtend om 10 uur live. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dat kost dus wel geld. Dat kost €5 per maand om daar lid van te zijn. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan vind je hieronder in de show notes een linkje waar je op kunt klikken. En als het goed is, leidt dat je naar de juiste plek. Het is wel belangrijk dat je dat in je internetbrowser opent. Dus niet in je YouTube-app mocht je die gebruiken, maar via internet. Dus Google, Safari of weet ik veel wat je allemaal kunt gebruiken. Anders schijnt het niet te werken. En zelfs dan heb ik nog begrepen van sommige mensen dat het niet altijd vlekkeloos gaat. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dat is YouTube. Ik snap niet waarom ze het zo ingewikkeld maken. Maar goed. En natuurlijk, ik kan me ook helemaal voorstellen dat je na 4 filmpjes, als je ze allemaal hebt gekeken, denkt: poeh, nou, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dat is ook prima. Voel je vooral niet verplicht om lid te zijn. Voor mij is het heel erg fijn als je lid bent, omdat ik op deze manier dan mijn inkomen kan faciliteren. En daar ben ik heel dankbaar voor. Daar ben ik degene die lid zijn heel dankbaar voor.
Maar als het niet zo is, is het ook prima. Het is belangrijk dat je doet waar je blij van wordt. Dat doe ik in ieder geval wel. En ik ben heel blij dat zoveel mensen wel blij van worden. Dat sowieso natuurlijk. Ik ga dit weekend lekker kamperen. We hebben een familieweekend. Dus onze caravan staat voor de deur. Dat wordt een beetje een van de laatste keren. Maar daar vertel ik dan misschien volgende week nog over. Maandag ben ik er weer met een filmpje. Ik wens je dus alvast een heel erg fijn weekend. Misschien tot morgen. En anders tot volgende week. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!